donutslaan. De donutslaan heeft het. Ja, de feestdagen komen eraan en dan moet het leuk worden. Ik ben bij Ben Dubbeldam op de Nolenslaan. Ben, hoe belangrijk zijn feestdagen voor jullie winkeliers? Voor de winkeliers eigenlijk net zoals voor alle mensen van levensbelang. Mensen worden er vrolijk van. Winkeliers die kunnen in die tijd hun omzet maken. En dan ben je hier in de Nolenslaan natuurlijk helemaal hartelijk welkom. Net als op andere plekken. Ja, we hebben een slechte situatie. Het gas wordt duurder. Er is oorlog. Er moet bezuinigd worden. Er is al een winkelier hier weg, heb ik begrepen. Ja, en of dat nou een samenhang van wat je net opnoemde is, dat weet ik niet. In elk geval is het zo dat de bakker die hier zat, de laatste Klootwijk, daarvoor Van Breggen, daarvoor Scholten. De laatste 5 jaar hebben we geloof ik 4 verschillende bakkers daarin gehad. Allemaal verschillende redenen om die zijn weggegaan. En die is sinds vandaag gesloten. En we hebben de verhuurder contact gehad om te kijken van wat gaan we nu met dit pand doen en wie kan daar eventueel inkomen. Nou hebben wij daar als winkelstaat heel weinig in te zeggen, want de huisbaas bepaalt wat erin komt. We hebben in elk geval gezegd, niet weer een lunchroom erin, niet weer een supermarkt erin, maar gewoon eens iets wat past bij de Nolenslaan. Waar denk je dan aan, Ben? Ja, je kan denken aan de ene kant van de kledingzaak. Ik zou me ook kunnen voorstellen, maar ga ik even heel ver, dat een andere winkel die er zit is uit wil breiden. En laat ik ze gewoon maar zeggen, van als je voor het Action ziet, is eigenlijk voor de Nolenslaan vrij klein. Nou, die kan daar dus heel makkelijk uitbreiden. Nou, dat zou mijn voorkeur hebben, want dan weet ik in elk geval dat Action hier nog een jaartje of 5 blijft zitten. Dan even toch terug naar de zorgen, Ben. Jij als winkelstraatmanager praat met de ondernemers. Wat is hun grootste zorg? Ik dacht even dat zou komen rond de elektriciteit. Maar gelukkig zijn er een heleboel met vaste contracten. Dus dat duurt nog even. Maar ja, echt de grote zorg toch wel komt corona weer terug? Hoe zit het met de koopkracht van de mensen? Ze zien gewoon dat er minder gekocht wordt. De mensen hebben gewoon minder te besteden. En de winkelier, de uitgaven worden ook alleen maar groter en duurder. Artikelen worden duurder. Ja, dat is gewoon een spiraal. Dat is niet prettig voor de winkeliers. Waaraan merken de winkeliers dat het bestedingspatroon toch minder is geworden? Omzet gaat achteruit, minder klanten. En klanten letten ook veel meer op de kleintjes. He, van, ja, je kan het geld maar 1 keer uitgeven. Dus als het ergens anders een dubbeltje goedkoper is, dan ben je sneller geneigd om even daarheen te gaan. En terecht. Nou wordt er gezegd van ja, we moeten allemaal meedenken. Hoe kan je bezuinigen? Je hebt net feestverlichting, die gaat vanavond branden. Zijn dat dan dingen om te zeggen van, nou dan doen we dat maar uit? Nee, want wij vinden wel dat er ook nog een beetje gezelligheid moet blijven. En een winkelstraat in de feestdagen, de donkere dagen, vinden wij dat niet prettig is. Dus wij zullen dat doen, alleen wij gaan, het is allemaal ledverlichting, dat scheelt bij ons wel. En we gaan kijken of we de tijden dat brandt, dat zal iets minder zijn dan andere jaren. Ten slotte, jullie hebben altijd leuke acties met voetballers van Sparta en andere dingen. Wat staat er dit jaar op het spel? Dit jaar hebben we gezegd, we gaan even wat minder echt een grote publieksactie doen. Maar kleine acties, zoals vandaag loopt er clownen rond, er worden straks oliebollen uitgedeeld. Met kerst hebben we een levende kerstboom met de kerstman die mandarijntjes uitdeelt. Kortom, dat soort activiteiten, flitsactiviteiten willen houden op de Nolenslaan. En ervoor zorgen inderdaad dat het gewoon af en toe gewoon verrassend leuk is.